Per 1 januari gaan veel zorgtaken van het Rijk naar een gemeente. En gaat het dus van alles veranderen voor mensen die zorg nodig hebben. Programmamakers Frank Jansen en Jolande Verhaay doken in de wereld van de veranderende zorg. Als je zorg nodig hebt, verandert er nogal wat per 1 januari. Gemeentes worden namelijk verantwoordelijk. Wij zijn klaar voor de overgang. Maar daar is niet iedereen van overtuigd. Ik maak me heel ernstig zorgen over de toekomst. Minder geld. Als je 10 dezelfde dagbestedingsactiviteitscentra hebt, ja, dat kan het niet uit dat het blijft voortbestaan. Je krijgt dan echt een forse herschikking. Twijfel. De gedachte dat je altijd zo licht mogelijk begint, die is ook wetenschappelijk gezien, is die niet houdbaar. En onzekerheid. Blijft deze groep nog wel? Blijven de groepsleiding wat hier zit nu nog wel? Dat zij toch elke dag wel vragen waar wij mee zitten. Ja, Frank, een serie die ons eindelijk duidelijk gaat maken wat de gevolgen nou eigenlijk precies zijn van die verandering in die zorg? Nee. Ah. Was het maar waar. Elk dingetje wat je uitzoekt, elke vraag die je denkt beantwoord te krijgen, roept eigenlijk alleen maar nieuwe vragen op. Maar dat is jullie insteek, neem ik aan, wel, om toch duidelijkheid te krijgen. Nee, dat was wel de bedoeling. Dat is het uitgangspunt geweest. Eigenlijk is het ontstaan doordat ik eerst een item aan het maken was samen met Mirjam Haven, die productie en redactie hier. Wij waren bezig met, nou, er gaan wat dingetjes veranderen. De WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, gaat naar de gemeente. Laten we daar eens een beetje in gaan duiken. En elk dingetje wat we lazen, elk internetberichtje, elke gemeente die je belde, elke dagbesteding die je belde, het werd alleen maar onduidelijker. Kwamen we weer bij elkaar. Zo van, nou, dat is toch raar, want het gaat om allemaal mensen. Precies, ergens moet precies men toch weten gebeuren. Wat er gaat gebeuren. Ja, nee, en wij zijn normaal als journalist de mensen die dingen kunnen duiden, kunnen uitleggen. En wij snappen het niet. Nee. Nou, dan moeten we heel veel onzekerheid zijn. Dus inderdaad, met onze grote zorgdeskundige er ook bij, Jolande Verhaay, zijn we uiteindelijk een programma gaan proberen te maken om in kaart te brengen wat er gaat veranderen. Nou, Jolande, wat zijn nou de belangrijkste dingen die gaan veranderen? Nou, de allergrootste verandering is natuurlijk dat de gemeente verantwoordelijk wordt. Heel veel zorgtaken die of bij de provincie of bij het Rijk, ja. Dat gaat allemaal naar de gemeente. Mm-hmm. Het idee is, dan kan je dichter bij de mensen organiseren. Gemeenten weten beter, op maatwerk te leveren. En dan wordt het allemaal vanzelf stukken goedkoper. Want de achterliggende gedachte is ook, het loopt de spuigaat uit met de kosten van de zorg. We moeten er wat aan doen. We gaan het laagdrempeliger, dichter bij de burger organiseren. En dan komt het allemaal goed. Ja. En gemeenten zeggen ook van, wij zijn er klaar voor. Ja, we hoorden net die wethouder inderdaad zeggen van, nou, wij zijn er klaar voor. Maar hebben jullie zelf na al die reportages ook het idee van, het komt goed? Op papier zijn ze er wellicht klaar voor. Ik denk dat het echt voor iedereen heel erg afwachten wordt. Want, ik denk dat gemeentes helemaal niet weten wat ze doen. Ik zag net niet alleen zorg, maar ook een hoop zorgen. En dan met name mensen die onder de zorg vallen. Cliënten die hebben over het algemeen geen idee wat er gaat gebeuren. Weet je, dat zijn natuurlijk deels mensen die zich daar ook niet echt in zullen verdiepen. Wat ik zelf een heel opvallend dingetje vond. Maar vertel eens even, langs welke groepen zijn jullie gegaan? Want je bent je zoektocht begonnen door gewoon bij die mensen die zorg nodig hebben. We hebben van tevoren gekeken van, je kan 1000 uur televisie daarover gaan maken. We hebben het een beetje onderverdeeld in 5 grote categorieën, zeg maar. Ja. Eentje is ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met een verstandelijke beperking. Jongeren. Jongeren, jeugdzorg is een heel groot ding natuurlijk. En mensen met psychische problemen. Elke aflevering heeft elke één aflevering thema. Heeft een beetje één thema. En daaraan gekoppeld hebben we geprobeerd in kaart te brengen wat gemeentes dan anders gaan doen. Wij hebben 3 instartjes, zoals we het noemen, kleine fragmenten die jullie zelf hebben uitgekozen. Reageer even op wat je daar eigenlijk laat zien, als het ware. Wat daar van pijnpunten zijn. We gaan even kijken naar de eerste. Als je ziek bent, dan moet je. Dan is deze groep dicht, zeg maar. En dan moet je naar een andere groep toe. Maar dat betekent dan ook dat je in een ander bed moet gaan liggen als je heel ziek bent? Ja. Dat is raar. Ja, of je moet je matras meenemen als ze daar geen bed meer over hebben. Dat kan ook nog. Heb je dat al wel eens gehad of niet? Ja. En hoe was dat? Gewoon. Ja, mooi. Gewoon. Verstandelijk beperkt? Licht verstandelijk beperkt. Ja, het is niet dat je meteen denkt als je zo'n meisje ziet van, die is inderdaad verstandelijk niet helemaal oké. Maar dat heeft natuurlijk ook met zij woont bij Ambiek en dat is een zorginstelling die mensen met een lager IQ heeft. Dat valt natuurlijk deels ook weer onder jeugdzorg en deels valt het weer ergens anders onder. Want zo'n meisje heeft problemen thuis, wat moeilijker opvoedbaar en die gaat dus in zo'n instelling wonen. Ambiek is een instelling die zich proberen voor te bereiden op 2015 door nu alvast dingetjes te gaan bezuinigen. Want
Iedereen weet al, 30% minder geld is er. Ja. Weet je, het Rijk heeft een pot met geld. Die zeggen, gaan jullie het alsjeblieft overnemen. Alleen wel met een budget van 30%. Is dit dan een groep waar op bezuinigd, flink op bezuinigd gaat worden? Ja, zij wist mij inderdaad al te vertellen dat er dus in een minder groepleiders zijn. Een aantal groepsleiders met tijdelijke contracten, die zijn allemaal weg. Dus er zijn allemaal nieuwe gezichten voor zo iemand op de groep. En overdag sluiten alle groepen behalve één. Dus als je ziek bent, en dat is ook wat ik nog wel opvallend vond, dan moet zo iemand die dus ziek is, kan niet in zijn eigen bed liggen, maar moet in een ander bed liggen. En dat klinkt, van, ja, dat klinkt logisch. Je gaat niet al die groepen over open laten overdag. Maar zij hebben natuurlijk al geen basis. Ik bedoel, ik heb een basis thuis. Ja. Dus als ik een keer in een ander bed moet slapen als ik ziek ben, nou ja. Zo'n meisje vindt het dus ook de gewoonste zaak van de wereld. Ja. Ja, maakt mij het uit of ik in mijn eigen bed lig of niet. Oké, maar deze groep wordt dus slachtoffer van nieuwe... Ja, slachtoffer, dat weet ik niet. Ja. Dat is zwaar. Zo moet je het denk ik ook niet zien. Laten we een volgende fragment, die is van jou geloof ik. Laten we even kijken. Mijn moeder heeft dan het geluk dat wij het ontzettend goed met elkaar kunnen kortsluiten van hoe en wat. En als er wat nodig is, zijn we er ook. Alle vier tegelijk. Ja, en degene die dat niet heeft, ja, dan zal het moeilijker worden. Niet tussen de tin, hè? Het spanningsveld tussen thuisblijven en wanneer kan het niet meer, dat moet je goed met elkaar bewaken. En dat doen we in afstemming met cliënten en mantelzorgers. Nou, daar zijn we weer. Goedemorgen. Koffie klaar. Maar dat is ook het besef. En ik denk dat het belangrijkste is dat mensen zich ook realiseren dat we een cultuurverandering krijgen. Hè? We moeten meer voor elkaar zorgen. En dat betekent niet dat de professional, de zuster, maar alles automatisch gaat doen. Ja, dat is denk ik wel de essentie van die hele verschuiving. We hadden de verzorgingsstaat. Het kwam er eigenlijk op neer, je hebt een bepaalde aandoening, of je bent oud, of wat dan ook. Mm-hmm. Dan heb je recht op die zorg en die zorg en die zorg. Ja. Nou, dat recht, dat is er eigenlijk niet meer. Eigenlijk wordt er nu gekeken van, wat heb jij nodig om nog op een goede manier te kunnen leven? Wat heb je allemaal nodig? En wie heb jij in je omgeving die jou daarbij kunnen helpen? Wat kan je daarvan zelf? Dus het is niet zo dat de zorg helemaal vervalt of zo, dat helemaal niet. Nee. Maar het uitgangspunt is anders. Want er kwamen ook natuurlijk, ja, daar hebben we ook allemaal wel de verhalen van mensen die voorzieningen kregen, die het eigenlijk amper gebruikten met scootmobiels die in de file stonden, waar eigenlijk mensen niet eens op konden. Dus dat je dat op een andere manier benadert, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat je eerst kijkt van, wat is er nou nodig? Kan je daar zelf voor zorgen? Zo niet, dan moet er een vangnet zijn. Ja, maar wat ik dus vreemd vind in het hele verhaal is dat ik alleen maar lees en hoor van mensen, want ik ben toch ook nog wel erg bezig met de zorg, dat ik dus hoor dat gemeentes er juist niet klaar voor zijn. Dat sommige gemeentes het wel snappen en daar veel verder mee zijn dan de andere. De gemeentes zelf zeggen dat ze er klaar voor zijn. Dat is het verschil. Maar gemeentes kunnen natuurlijk ook niet gaan zeggen, we zijn er niet klaar voor. Nee, want dat snap ik wel. Er is al paniek genoeg over. Ja. Ja. Ja, het maar je zegt dat ze net doen alsof ze denken. Nou ja, ze zullen vast ook wel echt oprecht denken dat ze er klaar voor zijn. Maar ik denk dat gemeentes niet kunnen inschatten wat ze precies allemaal moeten doen. Wat is het belangrijkste wat jullie in de serie hebben geleerd? Om ermee te beginnen. Zo moet je denk ik zien. 2015 is ook een overgangsjaar. Ja. 2016 is pas echt. Ja. Dan zou iedereen moeten weten wat er echt verandert. Dus maar dat is natuurlijk, dit is maar wat leren wij nou eigenlijk als wij de serie straks zien? Wat is nou de essentie van dit verhaal? Nou, we proberen een aantal basisveranderingen in ieder geval op een rijtje te zetten. En we laten mensen aan het woord die daar hun vraagtekens bij hebben. Maar ook mensen die daar wel de positieve aspecten van zien. Ja, maar hoe het voor mensen persoonlijk gaat uitvallen, dat blijft gewoon echt de grote vraag. Want bijna alle gemeenten gaan werken met sociale teams, wijkteams, toegangteams, hoe het ook allemaal heet. En die gaan naar de mensen toe en dan krijg je een keukentafelgesprek. En dan wordt er gekeken, u krijgt nu die en die zorg. Ja. Is toch nog wel nodig? Kan het ook anders? Kan misschien de buurvrouw hier komen dweilen? Bij wijze van spreken. Wij moeten het voor nu hierbij laten. We hadden ook nog een stukje over jeugdzorg. Maar wat jullie al zeggen, in 5 series is eigenlijk wat voor jullie eigenlijk al proppen. Nou, dat merk je nu al aan tafel. Ja. De zorgspecials worden uitgezonden van 24 tot en met 28 november. Dus kijken naar RTV Oost.